Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Pixelab. Vandaag gaan we een proefje doen met ijsblokjes. Yes. En we gaan kijken hoe die smelten in verschillende vloeistoffen, zoals water en olie. Wat heb je daarvoor nodig? Ik heb een bakje met ijsblokjes. Ik heb drie gekleurde ijsblokjes gemaakt met een beetje waterverf erdoorheen. Drie glazen, één glas gevuld met water. Eén voor de helft met water en voor de andere helft met olie. En het laatste glas is helemaal volledig gevuld met olie. Dan nog even. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Wat gebeurt er? Dan wordt het ijsblokje helemaal blauw. Hij was al blauw en dan gaat hij dan een beetje smelten. Kijk, zoals je ziet, wat gebeurt er met het ijsblokje? Hij wordt blauw. Hij is blauw en hij gaat smelten. Zie je dat? En dan wordt het water een klein beetje blauw. En bij deze met het olie en het water. Kijk, ik zie hem aan de onderkant smelten. Ja. Zie je dat ook zien? Smelt. Kijk, daar gaat hij een soort. Hij smelt een soort in druppeltjes. Ja. Wat grappig, joh. 1, 2. Ja, daar gaat hij. Go! Ja. Zie je dat? Nou, zoals jullie kunnen zien, zijn alle ijsblokjes een beetje gesmolten. En wat je ziet bij het ijsblokje in het water, is dat hij gewoon helemaal oplost eigenlijk in het water. En dat het water ook een beetje blauw wordt. Zie je dat? En bij deze zie je dat hij aan de onderkant, dat het water en de olie eigenlijk altijd gescheiden blijft van elkaar. Hè? Dat hij apart is. En dat het water aan de onderkant een beetje blauw wordt. En hier komen eigenlijk allemaal soort belletjes in. Ja, en hier komen druppels. En bij deze zien, vertel jij eens, wat is bij deze gebeurd? Hier komen druppels. Druppels, hè? Een soort druppeltjes van het ijsblokje in de olie. Dat is grappig. Ja. Nou, dit is natuurlijk hartstikke leuk om ook thuis uit te proberen met je kinderen. Heel veel plezier ermee en ik hoop jullie snel weer te zien.